No guts, no glory. Welkom in de buitenlucht van Amsterdam Oost. We lopen een stukje op met econoom Helene Mees. Ze schrijft columns voor de Volkskrant over de onstuitbare opmars van de nieuwe macht China, het Amerika van Trump en het zoekende Europa. Helene Mees, je woont zowel in Amsterdam als in New York. Afgelopen zaterdag kwam je aan op Schiphol. Hoe lang heb je op je koffer moeten wachten? Nou, dat heeft weer een uur geduurd. Het gebeurt me niet heel vaak dat ik mijn koffer moet afgeven voordat ik aan boord ga. Maar dat vliegtuig zat zo vol in de augustusmaand dat mijn kleine carry-on koffer zelfs in het ruim moest. En dat is toch wel mijn pet peeve, zoals de Amerikanen het noemen. Echt mijn geliefde ergernis. Dus dat het op Schiphol zo lang duurt voordat je je koffer krijgt. Sta je een uur te wachten. Ja, je tweette, zijn 1,6 miljoen Nederlanders te arbeidsongeschikt om een handje te komen helpen? Welke gedachte zat er achter die tweet? Nou, het belangrijke gedachte daarachter is dat er in Nederland een heleboel mensen zijn die niet actief zijn op de arbeidsmarkt. Terwijl je eigenlijk denkt van, mensen zouden natuurlijk nog heel erg nuttig, zich heel erg nuttig kunnen maken. En het blijkt wel dat het niet arbeidsongeschiktheid, dat getal ligt toch ongeveer op 900.000 Nederlanders. Maar mensen dat arbeid gehandicapt is, tussen de 15 en 65, dat ligt op 1,6 miljoen. Ja. En dat vind ik heel erg veel. En daarvan heb ik altijd gezegd, en dat, ja, die overtuiging heb ik nog steeds, dat het komt omdat we in Nederland zulke hoge arbeidskosten hebben, met name aan de onderkant. Dat maakt eigenlijk de Nederlandse arbeidsmarkt is alleen maar toegankelijk voor mensen die hoog productief zijn. Want die salarissen van 10 euro per uur, 10,20 euro zag ik dat geboden werd. Dat is op zich geen heel hoog salaris, maar daar komen de bruto lasten voor de werkgever nog bij. Dus de werkgever moet daarvoor niet alleen nog werkgeverspremies betalen, maar die moet ook nog een heleboel garantiestellingen bieden voordat als mensen arbeidsongeschikt worden of ze in de ziektewet raken, moeten ze 2 jaar doorbetalen. En wat je toch vaak hoort, of het nou gaat om de thuiszorg, wat ook helemaal echt de onderkant van de arbeidsmarkt betreft, is dat werkgevers aankijken tegen loonkosten die meer dan 20, vaak 22, 23 euro bruto per uur zijn. En dat is voor heel veel mensen, ja, dat is vaak niet een basis om winstgevend mensen in dienst te nemen. Was dus de tweet ook een sneer naar het sociale systeem in Nederland? Dat het te gemakkelijk is om improductief te zijn? Het is een beetje van beide. Maar de belangrijkste overweging vind ik dat als het de Nederlandse arbeidsmarkt toegankelijker wordt doordat de arbeidskosten aan de onderkant omlaag gaan, dan zul je zien dat veel meer mensen daar zich een plek kunnen verwerven. Wat niet alleen voor de hele Nederlandse economie heel goed is, maar voor de mensen individueel met name heel erg gezond is. De tweet werd je niet in dank afgenomen. Ik geloof 1500 reacties. En eigenlijk allemaal negatief. Trek je dat je nog aan? Nee, het is niet zo als ik iets schrijf dat ik dat zo ondoordacht doe of dat ik mijn mening af laat hangen van hoe anderen daarover denken. Nee, dat trek ik me niet aan. Ik vond wel dat mensen zeiden, ja, het zijn niet de goede cijfers. Dat ik dan even kijk, nee, het is arbeidsongeschikt, is niet de juiste term. Arbeidsgehandicapt, vind ik eerlijk gezegd nog wat ernstiger klinken. En dat zijn mensen die dat van zichzelf zeggen. Dus dan heb je gewoon 15% van de Nederlandse arbeidsbevolking die van zichzelf zegt, ja, ik ben arbeidsgehandicapt. Ja. Nou ja, er zaten ook wel heel veel haatdragende reacties in, ook met verwijzingen naar de periode dat het wat minder goed met jou ging, dat het slecht ging. Er was de tijd dat jouw privéleven op straat lag, het einde van je relatie met Willem Buiten. Staat er onder die periode inmiddels een dikke streep? Nou, wel in de zin dat die relatie al lang geleden afgelopen is. Maar ik heb daar geen last van als mensen daar opmerkingen over maken. Dat trek ik mij niet in het bijzonder aan. Dus in die zin staat daar zeker een dikke streep onder. Het gaat goed met je? Het gaat heel goed met me. Okay. Waarom woon je zowel in New York als in Amsterdam? Nou, omdat New York de grote uitdaging is. Dat is toch echt de grote liefde. En Amsterdam is altijd weer fijn thuiskomen en het is gemakkelijk. Ik heb hier best wel veel werk te doen. Dus het vind ik ook logisch. Mijn moeder is een beetje ouder aan het worden. Dus ik vind het wel goed om hier wat meer te zijn. Hoe gaat het in Amerika?
De economie gaat redelijk. Hè. Dat is ook een beetje een vertekend beeld. Hè. Donald Trump zit erg op te scheppen dat de economie nooit zo goed is geweest als onder hem. Nou, dat is al helemaal niet waar. Relatief is het een heel sterke economie. Maar ja, dat is ook niet zo verbazingwekkend. Want Donald Trump heeft een enorme belastingverlaging gegeven voor het grote bedrijfsleven. Dat en voor de allerrijksten. Ja, dat is een soort sugar high. Ja, het zou heel gek zijn als de economie in zou klappen nadat je... Ze hebben een begrotingstekort van 5%, terwijl de werkloosheid echt super laag is. En de rente is ook op dit moment erg laag naar normale omstandigheden. Trump is natuurlijk onderwerp van heel veel kritiek. Jij bent ook heel kritisch op hem. Geef je hem ook credits? Ik geef hem credits in de zin dat hij een totaal ander beeld van... Dat hij er echt in is geslaagd om een hele andere manier om een land aan te sturen. En eigenlijk de hele wereld... Ik geef hem daar geen credits voor omdat ik het niet met hem eens ben. Maar hij doet wel wat hij zegt. Dus in die zin, ik vind ook het punt dat hij aanroert... Is ook een punt waar ik het niet met hem eens ben in de zin... Ik vind dat wij de groei van China zouden moeten tolereren en dat we daar... Ja, op een constructieve manier mee om zouden moeten gaan. Maar hij heeft wel gelijk als hij zegt... Ja, dat heeft Amerikaanse economie en Amerikaanse arbeiders heel veel schade berokkend. Hebben de Democraten iets geleerd van hun verlies in 2016, denk jij? Hebben ze daar... In die zin hebben we wel, ik hoop wat ze ervan hebben geleerd. En dat bedoel ik niet zozeer de politici mee, maar wel de democratische mensen die de Democratische Partij steunen. En Donald Trump niet in het Witte Huis willen hebben. Dat ze weten dat hun keuzes consequenties hebben. Als ze niet naar de stembus gaan, dan krijg je Donald Trump. Als maar iets hogere opkomst was geweest in de grote steden onder zwarte kiezers. Dan had Hillary Clinton makkelijk gewonnen. Ja, maar zo kun je natuurlijk ook zeggen dat... Als Hillary Clinton wat meer oog had gehad voor de noden van het midden van Amerika, dan was Donald Trump ook niet gekozen. Dus er is wel degelijk natuurlijk een reden geweest waarom die man nu in het Witte Huis zit, of niet? Hebben de Democraten iets geleerd? Want ze hebben natuurlijk verloren. Ze hebben de afgelopen 2 jaar enorm gehoopt op dat Mueller Report. Mm-hmm. Nu hopen ze enorm dat er in het verkiezingsjaar volgend jaar een recessie zal zijn in Amerika. Ik vraag me dus af of je, het ligt eraan, er wordt ook veel pijn geleden door de handelsoorlog die Donald Trump heeft aangesticht. Dus er wordt ook onder de mensen die zijn core constituency zijn, de fabrieksarbeiders, daar wordt ook veel pijn geleden. Zal dat voldoende zijn? Ja. Ik kijk met heel veel plezier naar die democratische debatten. Ik heb alleen maar de eerste gezien, want toen was ik in Amerika. En de tweede ben ik niet voor opgestaan. Die schijnen minder goed te zijn geweest omdat CNN vooral bezig was verdeeldheid tussen de democratische kandidaten te genereren. Nou, lijkt me dan wel een opdracht voor als je een debat wil. Wie gaat het uiteindelijk opnemen tegen Donald Trump? Nee, ik denk Kamala Harris. Ja? Ja, daar ben ik echt zij een zal grote Joe Biden. Ja, je vindt haar ja, heel goed? Ja, ik vind Joe Biden, die begint gewoon te oud te worden. Die heeft te veel slip of the tongues. Dus ik vind haar heel goed. Ik vind Elizabeth Warren heel erg goed. Ik vind echt de Democratische Partij nu met zijn kandidaten is echt het Amerika van de 21ste eeuw, waar Donald Trump gewoon op de 20ste eeuw zit. En in die zin is het ook mooi, zijn het gewoon twee visies voor Amerika die daar met elkaar gaan strijden. Gewoon het destructieve, nihilistische, dystopische Amerika van Donald Trump of het hele optimistische Amerika van een Kamala Harris en Elizabeth Warren die allemaal grootste plannen heeft om toch misstanden in Amerika op te lossen. Ja. En Harris is in staat om Donald Trump bij die verkiezingen te verslaan? Als er voldoende opkomst is. Maar ik denk dat zij heel veel enthousiasme zal genereren onder belangrijke groepen democratische kiezers, dat ze wel naar de stembus gaan. Laten we het over die handelsoorlog hebben, China. Trump krijgt steun uit onverwachte hoek, zou je kunnen zeggen. De New York Times columnist Thomas Friedman die zegt, ja, Trump heeft gelijk. Hij ziet eindelijk waar de Chinezen op uit zijn. He, sinds 2001, sinds hun toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie, hebben ze zich eigenlijk nooit aan de regels gehouden. Ze werken met een labor force, werknemers die tegen een hongerloon werken, slaven eigenlijk, noemt hij het. Ze stelen de intellectuele eigendommen. Het gaat om meer dan alleen een handelsoorlog.
Ja, dat is het algemene beeld in Amerika, dat China de enige reden waarom China zo goed kan concurreren en waarom de Chinese economie zo snel groeit, is omdat ze vals spelen. En dat moet natuurlijk wel, want de Amerikanen kunnen het niet accepteren dat China misschien gewoon beter is. Maar is dat niet zo dat ze vals spelen? Nee, die lage loonkosten, dat is geen kwestie van vals spelen. Toen China toetrad tot de Wereldhandelsorganisatie, was het inkomen zoveel lager dan dat in Amerika, dat je niet vals hoeft te spelen om goed te kunnen concurreren. Ja, maar die lonen zijn nog steeds heel laag. Nee, dat is niet waar. De lonen zijn enorm. Die lonen zijn enorm gestegen. Dus voor bijvoorbeeld bedrijven als Foxconn al veel minder makkelijk om arbeiders voor heel weinig geld te krijgen. En wat doen de Chinezen heel slim tegelijkertijd? Is ze investeren massaal in een upgrade van hun economie, zodat er veel meer innovatie is. En daardoor zijn de Chinezen zo concurrerend, want ze kunnen en concurreren op het allerhoogste niveau. Niemand maakt zulke goede hoogsnelheidslijnen als de Chinezen. Daar kunnen de Europeanen nog wat van leren, zeker de Italianen. En tegelijkertijd hebben ze ook nog net wel van die pockets met goedkope arbeid. He, nog niet iedereen in heel China, niet alle Nou, misschien wel de meeste niet. Laten we nog even over die lonen hebben. Het zijn natuurlijk lonen die niet, waartegen niet te concurreren valt door Europa en de Verenigde Staten. Dat lijkt me wel duidelijk. Het andere bezwaar is dat China heel lang intellectueel eigendom heeft gestolen. De hele gedachte dat China alleen maar kan kopiëren en dat China haar vooruitgang daaraan te danken heeft, is volgens mij een soort urban, hoe noem je dat? Een urban legend. En dat is weer een manier waarop we in het Westen ons niet druk hoeven te maken over waarom het toch kan dat China zoveel concurrentiekracht heeft. Toen Deng Xiaoping de economische hervormingen heeft ingezet in 1978, toen zijn er van die vrijhavens gecreëerd en daar kregen mensen de vrijheid om voor zichzelf economisch actief te zijn. En die armoede was toen zo groot. En de Chinezen waren zo eager om hun levensstandaard te verbeteren. Waardoor mensen heel vaak, terwijl ze eerst in een glasfabriek werkten, van dan startten ze hun eigen glasfabriek en dan werden ze vervolgens miljardair mee. Dat zijn verhalen die je hier eigenlijk niet meer ziet. Dit is gewoon een veel meer gevoel. Hier gaan we eerst alles testen in het Westen. Kun je ook zien dat er een soort gezapigheid in zit. Als je een keer een Westerse samenleving bent die een hoog welvaartsniveau heeft bereikt. In China is het allemaal trial and error. Dus volgens mij is dat een veel belangrijke verklaring waarom de Chinezen heel innovatief zijn dan het feit dat zij geheimen stelen. Want bijvoorbeeld een vriendin van mij die promoveerde op het onderwerp van die joint ventures. En ze zei wat de Chinezen veel meer leerden van zulke joint ventures is het management. Want dat hadden ze niet goed. Daar hadden ze eigenlijk geen kaas van gegeten. En daar hebben ze vooral van geprofiteerd door die joint ventures. En veel minder het stelen van geheimen. En als het allemaal zou zijn dat China alleen maar kopieert en geheimen steelt van het Westen. Hoe kan het dan zijn dat China op heel veel vlakken al veel verder is? Of het nou gaat om de snelste computer of als het gaat over AI. Hoe kan het dat als het nog niet in het Westen is bedacht, hoe kan China het dan al zelf bedenken? Kunnen we Huawei de aanleg van 5G toevertrouwen? Als wij geen bewijzen hebben dat er gestolen wordt, dan denk ik dat we wij het gewoon moeten laten deel moeten laten nemen. Maar ik denk dat je zeker, we moeten ons ook niet helemaal afhankelijk maken van de Amerikanen. Is natuurlijk Europa is op alle manieren achtergebleven. We hebben niets aan de hele communicatie, de hele digitalisering, daar hebben wij helemaal niet aan meegedaan. Ik denk dat deels gewoon verklaard wordt doordat wij allemaal verschillende taalgebieden hebben. Dus het was ook helemaal nooit logisch geweest dat iets als een fenomeen als Facebook, dat in een sociaal netwerk, dat in Europa zou beginnen. Omdat je gewoon een veel te kleine markt hebt. Dus elke keer wanneer je met die communicatie en digitalisering, dan valt eigenlijk Europa al uit de boot. Buiten de boot. Maar je kunt ook zeggen, bijvoorbeeld de vliegtuigindustrie is helemaal begonnen met gebroeders Wright in Amerika. En toch hebben wij daar nu met Airbus hebben we daar enorm is een soort duopolie gecreëerd. Dus waarom lukt dat dan wel in de luchtvaart en waarom lukt dat niet op andere vlakken? Waarom blijft Europa achter? Omdat Europa te veel gefocust heeft, denk ik,
met, oh, we moeten ook allemaal kleine start-ups hebben. Je moet juist zorgen dat, hè, dat allemaal kleine initiatieven steunen in de lidstaten. En niet zorgen dat je gewoon de allerslimste mensen bij elkaar zet in Europa. En die met elkaar samen laat werken. Er wordt ook heel veel geklaagd door wetenschappers. Wij zijn ontzettend innovatief. Maar het enige is dat als wij iets hebben uitgevonden, Amerikanen hebben de volgende dag hebben ze er een concept mee bedacht. En hebben ze een plan en gaan ze er een bedrijf van maken. En Europeanen die allemaal overhead, allemaal regels. En daarmee, ja, maar vernietigen we onze eigen markt. Dus dat ligt aan stroperigheid? Stroperigheid, te veel regelgeving, mensen te veel denken. We zitten veel te veel tegen elkaar te concurreren. Moet je eens voorstellen. We hebben Schiphol probeert een hub te zijn. Frankfurt is een hub als luchthaven. We hebben Londen is een hub als luchthaven. Parijs. Hoe kun je dat nou doen? Als je in Amerika kijkt, wat heb je dan? Dan heb je Detroit, je hebt Atlanta. Je hebt in de west, aan de West Coast heb je nog een grote airport. En je hebt New York. Dat is voldoende om heel Amerika te bevliegen. Waarom kunnen wij in Europa nou nog denken dat we allemaal nationale luchthavens nodig hebben die dominant zijn in Europa? We hebben de regels al weggehaald, zodat het in beginsel is er, formeel is er een interne markt, maar in onze hoofden denken we nog steeds in de binnenlandse markt. En als we daar niet overheen komen, kunnen we nooit op een fatsoenlijke manier concurreren. En kunnen we daar overheen komen? Ja, dat zou de Europese Unie zou daar flink in moeten investeren. Kijk, normaal mag je bedrijfstakken niet steunen. Hè? Dan kom je een probleem met de Wereldhandelsorganisatie. China doet het ook. En het is geen geheim dat de enige reden waarom Silicon Valley zo op is gekomen, is vanwege de grote investeringen van het Amerikaanse ministerie van Defensie in het soort onderzoek. Dus waarom zouden wij dat niet doen? Ik denk dat we helemaal niet afhankelijk zouden moeten willen zijn van de bedrijven als Google voor al onze cloud services en opslag van al onze belangrijke data. Ik denk dat we ons daar veel te kwetsbaar mee maken. We zien nu wel enige krapte op de arbeidsmarkt en de lonen gaan wel omhoog, maar het is nog steeds niet veel. Nee, het is nog steeds niet veel. En de ECB is maar bezig om die economie aan te jagen. Zolang er wereldwijd een overschot is aan arbeid, en dat is er nog steeds, want en in China zijn nog veel mensen, de armoede is enorm teruggelopen, maar er zijn nog steeds pockets in China waar heel goedkoop geproduceerd kan worden. Nog steeds is het inkomen tegen lokale prijzen gerekend nog maar 1/3 van wat het in het Westen is. Ja. Dus nog steeds lagere inkomens. Maar hier hebben we krapte. Maar je zult zien, zodra hier de lonen iets stijgen, dan wordt het weer aantrekkelijk voor bedrijven om nieuwe productie te gaan offshoren. Wereldwijd, het is een soort zijn van de communicerende vaten. Ja. Zodra hier maar iets druk komt op de lonen, dan verdwijnen weer banen naar Azië. Wat economen nooit hebben voorzien, is dat China's toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie zo'n groot effect, dat zo'n... ja, echt een soort aardbeving ter wereld teweeg zou brengen. Laat ik zo zeggen, als we niet China hadden toegevoegd aan de Wereldhandelsorganisatie en die sowieso daar weinig handel mee hadden gedreven, dan denk ik dat die samenhang binnen westerse economieën, westerse samenleving er wel was gebleven. En dat nu is gewoon, zijn die economieën helemaal uit het lood geslagen. Wat ik wel mee zou willen vergelijken, eigenlijk zijn we weer teruggeworpen. Opeens waren gegaan naar een neoclassieke economie. Altijd een tekort aan arbeid. En daar waren onze economische modellen helemaal op gebaseerd. En eigenlijk door China's toetreding op de Wereldhandelsorganisatie zijn we weer teruggeworpen naar de tijd van de 19e eeuw, begin 20e eeuw. Waarin we dat er een overschot aan arbeid, die klassieke economen. En we hebben diezelfde... zorgen die klassieke economen destijds hadden, die hebben wij nu ook. Dus het is ook niet zo heel gek dat opeens de leer van Marx weer heel erg in zwang komt, omdat dezelfde omstandigheden zich weer voordoen. De weg van Marx, die hebben we meegemaakt. Dat lijkt me niet een alternatief. Wat zou wel het alternatief moeten zijn? Wat zou Europa moeten doen? Waarop zouden ze moeten inzetten? Ja, heel veel innovatie, herverdeling. Daar lijkt mij het belangrijkste
weg. Ja, dat lijkt me de belangrijkste manier voor Europa om nu nog mee te kunnen komen. Kijk, het is niet heel makkelijk te bedenken wat Europa kan doen. Het is zo triest als je kijkt. Gewoon in de laatste 25 jaar is er maar één nieuw Europees bedrijf bijgekomen dat in de top 100 van belangrijkste, grootste bedrijven staat. En dat is InBev. Dus dat gaat over een bierfabrikant. Ik kan me niet voorstellen. We hebben toch mooie bedrijven als ASMI, ASML. Ja, maar allemaal piepklein. Kijk maar eens even. Als je nu de top 10 van de Fortune top 10, er staan 5 Chinese bedrijven in, 4 Amerikaanse. En 1 Europees, en dat is Koninklijke Shell. Maar alle bedrijven die daar, Europese bedrijven die daar in de top 50 staan, die zijn niet eens in de 20e eeuw gecreëerd, maar die zijn in de 19e eeuw gecreëerd. Dus dan kun je zien, er komen helemaal geen nieuwe bedrijven, helemaal geen nieuwe input meer bij. En wij in Europa zijn veel te veel. We gaan eerst alles 100.000 keer testen. Alles helemaal veilig, allemaal doorgesproken. Ja, en dan zijn we al ingehaald en door Amerika en door, door China. No guts, no glory. No guts, no glory. Okay.